Hallo, ik ben Joelle Koreneef en ik ga jullie wat meer vertellen over het vak NCV in de derde graad. In het eerste jaar daarvan, 3.1 dus, is het voor volwassenen verplicht om dit vak te volgen. In 3.2 en 3.3 is het dus niet meer verplicht, maar het blijft wel een optie om MCV te kiezen als keuzevak. Je kan in 3.2 en 3.3 dus ook een ander keuzevak volgen. Maar wat houdt MCV in de derde graad nu eigenlijk in? Wel, om de 2 weken focussen we ons op een muzikaal thema. Dat kan echt van alles zijn. Het leven van een componist, muziek uit een bepaald land of een eerder theoretisch onderwerp, zoals bijvoorbeeld boventonen. Tijdens de les, die 2 uur duurt met een korte pauze tussendoor, bekijken we dat thema op verschillende manieren. We onderzoeken bijvoorbeeld een muziekstuk, hoe dat in elkaar zit. Dat heet analyse trouwens. Of we voeren de muziek een keer uit om onze noten en ritme lezen te onderhouden. En soms leren we ook gewoon in spelvorm. Zo, ik hoop dat jullie nu een beter idee hebben van wat MCV in de derde graad inhoudt. Bedankt voor het luisteren. Dag!